allemaal en welkom bij deze vierde aflevering van seizoen 2 van Babbelhap. Hallo. Ik sta hier met mijn naamgenootje, Charlotte. Yes, hallo. En wij hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet. Nee, maar wel eerder gezien. Op socials, voorbij zien komen. En we hebben best wel wat overeenkomsten. En ik denk dat we elkaar op social media al super lang kennen ook. Ja. Ja, ik weet wel wie je bent, maar ik heb je nog nooit gezien. Dus dat is best wel, ja, gek, maar ook weer heel leuk. Het voelt dus niet alsof ik je nog nooit heb gezien. Nee, en dat is heel erg leuk. Dat is echt heel leuk. Dus ik ben helemaal blij dat ik te gast ben. En we gaan ook gewoon lekker kletsen, maar jij mag jezelf eerst eventjes gaan voorstellen. Oké. De Babbelhap-gast. Ik ben Charlotte Hoeboer, ik ben 34 jaar, ik ben mama van Noah, die is bijna 2,5 en ik heb een vriend Sven en wij wonen met z'n drietjes en onze kat Sammy in Enkhuizen. Ik stond voorheen voor de klas, dus eigenlijk lijkt dat best wel op elkaar en Charlotte en we waren allebei juf, en jij bent het weer. Ongeveer tegelijk gestopt, of niet? Ja, ik ben 2 jaar geleden gestopt met lesgeven. Ja, net na de bevalling. Ja, volgens mij ik net half jaar of een jaartje daarvoor of zo. Ja, dus ik ben gestopt met lesgeven. Ik maakte altijd juffenvlogs. Nou ja, jij vlogde ook in het onderwijs. Dus ik vind dat heel interessant om dat dan zo naast elkaar te zien. Ja, ik vlog. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ik hou van avonturen. Ik vind het leuk om aan mijn serie te werken, de onderwijsreis. Ik hou van mode. Ja, je bent ook, wat ik eigenlijk bij Rebecca ook zei, heel open over alles. Ja, klopt. Dat, geen taboes. Ja, en ik vind het ook heel leuk om mijn vlogs af te wisselen met informatieve video's. Dus ik heb video's over bijvoorbeeld mijn borstverkleining gemaakt. Precies. Over zwanger worden dat het niet lukte. Postnatale depressie. Over een bepaald onderzoek wat ik gehad heb bij mijn eileiders. Maar ook met diagnose ADHD. Ja, daar heb ik ook het hele traject heb ik ook gefilmd bij de heel GGZ leuk. En zo. Dus ja. Superleuk. Ja. Dus ik denk als je mij volgt dan, en je houdt van openheid en druk. Nou ja, jij nee, bent maar wel komen heel anders over, vind ik hoor. Ja, jij zei al, ik vind jou veel rustiger overkomen. Niet nu, maar zeg maar in jouw vlog dacht ik, wij zijn echt. Ik had nooit gedacht dat jij ook bijvoorbeeld ADHD had en dat we overeenkomsten hadden. Nee, heel veel mensen niet, maar het is echt zo. Dan zag ik jou als juf en dan dacht ik, ja, jij bent echt zo niet hoe ik ben. Als je vet gestructureerd, alles perfect geregeld en voorbereid. En ik dacht, doei. Ook niet altijd hoor. Maar zo leek het heel erg. Ja, maar je weet, je kunt natuurlijk heel goed bepalen wat je laat zien en wat niet. Hè? Ja. Dus, grappig. Ja. Nou, we gaan vast straks nog lekker doorkletsen, want nu we maar één hap hebben, hebben we ook wat meer speling voor een beetje kletsen. Helemaal goed. Maar we moeten ons ook focussen op het gerecht. Dus jij mag gaan vertellen wat jouw hap van de gast is. En lekker die kaartjes zo. Ja, helemaal leuk. Het staat hierop. Ik ga met jou een pasta salade maken. En het is de favoriet van Sven, ja, lekker. Mijn vriend. En het is eigenlijk best wel simpel, maar best wel uniek. De combi aan ingrediënten. Dus het enige wat gekookt moet worden is de pasta. En de heel rest lekker. Is allemaal koud, gehusseld, maar wel op een bepaalde manier. Dus heel leuk. Ik merk dat mensen zo erg. Ik ben altijd een beetje van een moeilijke. Niet normaal. Als ik kook ben ik van het makkelijke. Maar voor Babbelhap dacht ik, oh dan moet het fancy zijn. Nou, helemaal fout. Ja, jullie mensen willen niet snel en makkelijk. Nou, blijf hangen. Oké, leuk. Dan mag jij gaan vertellen wat de ingrediënten zijn. De ingrediënten. 250 gram farfalle pasta. Zeg ik dat goed? Ja, die vlindertjes. Ja, die ja. 1 blikje tonijn in water, dat is 145 gram zo'n blikje. 1 rode ui, 150 gram witte kaas en 30 gram pijnboompitten. En zout en eventueel peper. Maar ik hou niet heel erg van peper, dus ja, mag jij achteraf nog toevoegen als je wil, maar voor mij doen we dat niet. Ja, helemaal toppie. 180 gram zongedroogde tomaten. Disclaimer, de zongedroogde tomaten die Charlotte gehaald heeft, zijn niet degene die ik ervoor gebruik. Maar die waren uitverkocht. Ja. Ja. Die van Grand Italia, toch? Die zijn het allerlekkerste bij. Ik maar zal ze erin plakken. Ook wel een stukje duurder hoor. Dus het kan zeker ook met dit. Absoluut. Ja. Maar jij vindt de olie daar heel lekker van. Ja. En dat maakt wel een beetje het gerecht. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe je deze gaat vinden. We gaan hem meemaken. En dit is op basis van 2 personen.
Ik heb alles dubbel gekocht, want ik woon nu dus bij mijn ouders. Oh. En dan eten we het vanavond ook lekker. Lekker. Oké, dan gaan we nu naar de how-to. De eerste stap is de pasta. Koken. Top, ik heb een pan, we hebben een koeker. Dus dat zal ik even die koeker vullen? De pan vullen? Ja, doe jij dat. Met de koeker? Ja. De pan staat op het vuur. Moet de pasta er al in? Ja. Oh, het lijkt wel een miljoeska. Zo professional. Ja, het enige. Vind je uitsnijden vervelend? Ja. Ik doe het wel. Top. Ik heb lenzen, dus ik vind het niet erg. Als je dus dingen dubbel in beeld ziet liggen, is dat alleen eventjes omdat ik dus voor mijn ouders dubbel ga koken. Ja, kook je voor 2 personen, dan heb je 1 rode ui nodig. Kook je voor 4 personen, ja, dan heb je er 2 nodig. Nou, dankjewel juf. Dus mocht je dat nog niet hebben begrepen zonder de uitleg van juf Charlotte. Dan, ja, ik ben trouwens een luie uipedder, want dan denk ik, hou gewoon die hele schil. Maar hebben we dan genoeg ui? Ja, zeker. Het is geen hele grote ui. Dat, nee, kleine stukjes. Moet ik hem echt mooi snipperen? Ja. Oeh. Zeg maar of ik het goed doe. Dit gaat helemaal goed. Hele kleine stukjes. Oh ja, ik kan dit wel beter dan ik. Ja, maar ik vind het wel moeilijk hoor. Ik ben een hele luie uisnijder. Een luie uisnijder. Dat is ook weer een woord. Dit is het woord van 2024. Een luie. Ik ben een luie uisnijder. En dit moest toch wat al... Wat is dan een luie uisnijder? Gewoon dat ik meestal gewoon hak. Niet zo fijn. Maar hoe doe je dit dan anders? Gewoon tjak klaar. Oeh, deze gaat goed. Ja, jij bent goed in rode ui. Maar... Jij bent weer voor de klas gaan staan. Hoe bevalt dat? Oh ja, ik ben dus de host van deze show. Ja, ik neem het maar gewoon over. Ik ben heel slecht in vragen stellen als ik aan het koken. Nee, maar hoe bevalt het weer voor de klas? Oh, ik vind het echt geweldig. Ja? Ja, ik geniet er heel erg van. Ja, ik mis het dus niet. Ik mis het ook niet. Totdat je er weer staat. Ja. Ben jij ooit teruggegaan naar je klas? Nee, niet naar mijn klas, maar wel voor mijn serie De Onderwijsreis in het onderwijs. En ik merk wel dat als ik er dan weer ben, dat ik wel... Als een vis in het water. Echt, hè? Ja. Ik ben terug geweest naar kinderen en ik was zo gelukkig als ik ze weer zag. Ja, ja, dat met kinderen heb ik het wel, hoor. Maar weet je wat ik niet mis? Alles eromheen. Ja, maar jij vond ook echt alles eromheen wat zeg maar leerkrachten zwaar vinden. Dat vond jij ook echt zwaar, toch? Ja, klopt. Dat ervaarde ik echt als heel, heel pittig. En ik heb nu een zoon. Ja, dan... Oké, nu kunnen we door. Ik was even deze hand. Ik doe nooit pasta thai, ben jij? Nee. Ik doe alles op gevoel, zo. Mijn hele leven. En gewoon proeven. Normaal gesproken is het dus zo dat je alles even in 1 hele grote bak doet. Ja. Nu doen we het gewoon in 2. Dus we doen de pasta zometeen de helft hierin en de helft hierin. Ja, dus jullie hoeven er maar naar 1 te kijken, want dat is het recept. Toch? Helemaal goed. Dan moeten we even wachten tot de pasta klaar is. Zo'n ding nodig. Ja, heb je die? Ik kan hier niks vinden. Ik heb zoveel zin om dit te proeven, want ik hou heel erg van droge pasta. Jij doet dus geen zout en olie in je water. Nee, want dat doe ik zo meteen allemaal eroverheen. Ik doe is het altijd. Is hij goed? Nog niet, denk ik. Denk ik ook niet. Au. Nee, nog niet. Maar jij wil hem ook. Jij wil proeven om te proeven of hij goed is. Vind ik lekker. Ja, ik weet al wat je van plan bent. Hij is niet... bijna. Ja? Nee, niet. Oh. Au. De pasta is bijna klaar. En dan hebben we nu nodig de tonijn. Ja. Tuna. En de kaas. Los chisels. Ja. Dit is dus witte kaas. We hadden het even gecheckt. Witte kaas. Ja. En dan hebben we een schaar nodig voor de zongedroogde tomaat. Oh ja. Alles ligt klaar. Wat je nu kunt doen is alvast de pijnboompitten licht roosteren. Oh ja. Als dan de pasta hierin zit en je alle ingrediënten er doorheen gaat mixen, kun je daarna gelijk de pijnboompitten eroverheen doen. Very dus, smart. Dan hebben wij een pannetje nodig. Ja, en dan ga ik wel even... Oh, dat is 50 gram. Oh ja. Ja, we doen wel alles erin voor 4 personen, hoor. Sorry, pap, ik heb je pijnboompitten gestolen. Zal ik afgieten? Ja. Oei. We gaan voor makkelijk. Ik hoef geen kookvocht te bewaren, hè? Nee. Juist, al het water moet weg. Butterflies. Goed blijven roeren. Die pijnboom, hè? Ja. Want ze moeten dus niet te donker, zei jij. Dat vind ik wel lekker, want ik hou niet van donkere pijnboompitten. Nee, moet niet te. De pasta is klaar. Wie denkt dat het in 1 keer goed gaat? Ik. Vingers omhoog. Wow. Ja. Ja, het is lekker dat hij echt zo lekker heet is, hè? Pas op, want er komt echt hete stoom. Ja, ik zie het. Oh.
Nu is het niet gelijk verdeeld. Hè? Dit is perfect. Oh. Wat we nu nodig hebben, deze hebben we wel eventjes nodig zometeen. Ja. De volgende stap, de rode ui gaat er overheen. Lekker. Dit is ook zo'n gerecht wat je zo makkelijk voor veel kan maken. Voor een feestje of wat dan ook. Ja. Of als lunch voor je werk morgen. Ja, want je kunt dit ook de volgende dag gewoon koud eten. Nou, je roert hem. Oh, ik vind het nu al lekker. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ik vind het sowieso lekker. Ik ben gek op pasta. Nou, nu mag je de tonijn eroverheen gaan doen. En even uitlekken, hè? Het is met water. Ja. Ik dacht dus, je gaat tonijn met olijfolie doen. Maar je gebruikt de olie dus van... Van de tomaat. Ja. Dus deze moet op waterbasis. Ja? Ik had het kippenvel als je dit uitschraapt. Oh, dat geluid. Heb je dat wel eens gedaan bij dit? Nee, ga ik ook niet doen. Ik ben dus iemand die alle laatste klontjes eruit had. Maar nu ga ik het niet doen. Nee, dit is goed. Yummy. Dit is prima. En dit mag ook al lekker roeren. Ja, dit kun je helemaal gaan roeren. Shake oh, it, kijk, zie je, daar gaan we. Oh. Het is echt te donker, hè? Maar ja, we houden het wel real. Want in het echt zou je ze nu toch niet weggooien? Dit heb ik altijd. Maar zou je ze nu weggooien? Non-stop. Nee, ja. Ik eet dit. Ik ook. Non-stop zit ik hier bovenop en in één keer vergeet ik het. Dan zijn we... Same. Dit heb ik altijd met pijnboompitten. Het duurt 3 jaar voordat ze bruin worden en dan ineens zijn ze zwart. Roosterde pijnboompitten lichtjes. Mislukt het? Gooi ze niet weg. Ik denk ineens, wat ruik ik nou? Deze gaat er helemaal in, maar je moet hem wel eventjes... Verkrummelen. Ja. Is dat een woord? Verkrummelen. Verkruimelen. En dan dat sap ook weg, dat water. Klein maken. Ja, ik doe dat niet erbij. Moet ik het weg? Oh, je maakt hem echt open. Wat netjes. Ja, kijk. Ik doe altijd gewoon we maken hem open. Oh. Wat goed. En dan zo. Lekker, joh. Ik heb heel lang geen witte kaas gebruikt. Heerlijk. Ja, ik vind die appetina ook altijd wel lekker. Appetina. En dan moet je dit zo meteen roeren. Dus iedere keer als je er iets bij hebt gedaan, ga je weer roeren. We hebben natuurlijk onze handen. Oh, deze kruimelt lekker gewassen. Ja, hij kruimelt heel goed. Ja. Oh, het liefst doe ik nu gewoon zo'n heel stuk in mijn mond. Hè? Zo. Yummy. Wij gaan dus straks voor Charlotte kanaal. Nou, voor in een vlog, hè? Waarschijnlijk. Ja, gewoon even zitten en kletsen. Gaan we lekker een mukbangetje doen met het gerecht. Dus natuurlijk krijgen jullie hier ook een taste test. Maar we gaan het dan verder bij haar opeten. Dus dat is wel heel leuk. Ja, ik vind dat ook leuk. Yummy. Grappig. Gaat toch ook niet af? Ik vind het grappig om te zien, maar jij gewoon... Dat soort dingen wil ik doen, maar ik hou me dan dus altijd in. En dat is waarom jij... Net zegt, ik heb bij jou nooit doorgehad dat je ADHD had. Ik heb mezelf al die jaren gewenst gedrag aangeleerd. Omdat ik dan bang was dat mensen me anders raar vonden. Maar ik ben dus ook een type die dat soort dingen zou doen. Nou, maar het grappige is dat ik dat dus niet kan. Dus daarom werd ik altijd gepest op de basisschool, en middelbare school. Want ik kan dus niet doen. Ik kan dat niet, maar eigenlijk zielig. Ik deed het niet, maar ik ben ook gepest hoor. Dus ja. Ik heb EMDR-therapie gehad. Yummy! Ja, maar bij EMDR moest ik dus gaan springen op tegels. Maar dan moest je iets van kiezen van, ben je een vrij kind of een blablabla. In ieder geval kwam er bij mij uit dat ik vroeger nooit een vrij kind kon zijn. En wat bedoel je met vrij kind? Dat je dus echt vrij kan zijn om te zijn wie jij bent. Oh. En dat is dus met ADHD, dat zal je wel herkennen, is dat dus heel erg zo. Ja. Dat je altijd je moest aanpassen. Dus tuurlijk, ik paste me ook wel aan. Ja. Maar ik merkte zodra ik dat niet deed, ik voelde me vooral heel anders. Ja, ik ook, maar dat is van binnen inderdaad. Ja, want al pas je aan, je voelt alsnog, die anderen zijn niet zo. Nee. Ze zijn gewoon niet zo. Ik hoor je, maar ondertussen wil ik even dit weghalen. Dit is echt, jij had het ook in je video met je zoontje, dat je zei, ik hoor je. Van, ik zie je, ik weet dat je dit nu zegt, ja, maar... Ik vind het belangrijk om aan mijn omgeving te laten weten, ook al kijk ik iemand niet aan, om te laten weten, ik zie je, ik hoor je en... Jij verbrandt je hart. Handig. Dit is nog heel goed. Ja, jij bent daar heel goed in om dat te zeggen. Ja, dat heb ik mezelf aangeleerd. Ik doe het volgens mij ook wel in de klas. Deze maak je open. En wat ik heel fijn vind om te doen... Wil je heel even ruiken? Volgens mij gaat die heel lekker zijn. Ja. Ja? Ja. Wat je nu doet... Oh ja, ze zijn super groot. Heel vaak zijn zongedroogde tomaten heel groot. En alle olie die hier dus... op zit, die gebruiken we juist. Daarom gebruik ik geen olijfolie, want dit is heel andere olie. En je knipt dit helemaal fijn, want als er iets is waar ik een
Nou, hekel is een groot woord. Wat ik niet lekker vind, dan is het van die één zo'n heel grote hap zongedroogde tomaat. Maar ik moet je helaas teleurstellen. Wat? Er zit geen olie in deze. Oh, nou, dan hebben we nog olijfolie nodig. Ja, maar dat is helemaal niet erg. Ik weet dat Albert Heijn eigen merk heeft volgens mij ook zongedroogde tomaten in olie met kappertjes. Die zijn heel lekker. En volgens mij zijn die zelfs al geknipt. En ik doe dit puur op gevoel. Ik ga dus nu even husselen. Ja. Is dat ik alvast een beetje zo... Kijk. Zie je? Doe je dit er zo overheen. Lekker. En ze zijn heel lekker soepel, deze tomaten. Niet zo hard. Ja. Ze zijn wel goed hoor. Dat voel je. Ja, zijn die van jou ook zo lekker zacht? Ja. Soms heb je van die harde tomaten. Dat is een soort schoenzel. Oh. Ik heb trek hierin. Ik weet hoe lekker ik dit vind. Oeh, wat heerlijk. Dat heb ik zelf bedacht, hè, dit. Leuk, dat zijn de beste. Ja, hè? Niet van mijn ouders of mijn oma of mijn opa. Nee. Heel leuk. Weet je dat het sowieso... We gaan even jouw gouden kooktip doen zo. Oh. Maar ik wil eerst even zeggen... Ja? Dat heel veel van mijn beste recepten komen voort uit dat ik het sap van een bepaald ingrediënt in mijn gerecht verwerk. Ja. Ook bij mijn dipjes, dat ik dacht... doe gewoon dit sap erbij of deze olie. En dan zit er zoveel smaak in. Je hebt dat ook met van die feta blokjes in een glazen potje. Ja. Daar zit ook een bepaald sap in. Ja. En dat is een hele andere smaak dan dat je olijfolie doet. Ja. Nou, dat is een betere tip dan die ik heb. Want wil je mijn tip horen? Ja, dan gaan we nu even naar jouw gouden kooktip. Mijn gouden kooktip, maar dat is... toepasselijk voor mezelf. Doe boodschappen. Laat je vriend koken. Ja. Als hij kan koken. Sven vindt het heel erg leuk om te koken. Ik minder. Ik laat ook heel vaak dingen aanbranden. Oh, echt? Ja. Daarom is dit een perfect gerecht voor jou. Alleen de pijn om dit te kunnen misgaan. Ja. Kijk, en zoals je misschien wel gezien hebt, is eigenlijk het hele potje zo goed als erin gegaan. Ja, lekker. Dus het is wel, Heerlijk. Ja, dit is hem hoor. Weet je wat de grap is? Ik hou dus heel erg van koken, maar ook niet van koken door de weeks. Nee. Omdat het moet. Hou ik ook. Mensen denken dat ik dat leuk vind. Vind ik helemaal niet leuk. Maar als jij deze maakt op een dinsdag en je neemt het restje op woensdag mee naar je werk als lunch. Heerlijk. Meid, je bent helemaal klaar. Dat is top. Maar wat ook heel chill is aan feta / witte kaas, vind ik. Dat als dat een beetje warm is of een beetje vaak geroerd wordt, wordt het ook een soort sausje. Ja. Ja. Door die room. Ja. Gek op feta. Oh, heb je al eens baked feta pasta gemaakt? Nee. Die moet jij een keer maken. Ja? Nou, stuur maar door. Makkelijkste gerecht ever. Oh, die komt in Bubble Hub. Oh, echt? Dat is letterlijk feta met tomaat en knoflook in de oven klaar. Nou, geweldig. Oké, zout. Niet te veel. Ik weet namelijk niet in hoeverre je dit heel erg goed... Hoe zout het water van deze tomaten is, dat weet ik niet. Proef jij niet? Ik ga hem proeven. Ja, dat kan. Oh, hij is heel zout. Ja? Ja. Lekker. Niet, hoeft geen zout bij. Toch? Ja, voor mij wel. Huh? Ja, ik hou van zout. Maar ik kan het ook straks over mijn eigen bord doen. Ik hou echt van zout, maar ik vind dit best zout. Ja? Nee. Huh? Nee. Mag ik een heel klein beetje eroverheen doen? Doe ik het bij deze niet, want mijn ouders eten niet zo zout. Ik doe wel een heel klein beetje. Oh, ik heb al heel veel gegeten. Omdat we net geproefd hebben, vinden we allebei dat er een klein beetje olijfolie bij moet. Dus... Ik doe wel echt op al mijn eet olijfolie hoor. Ik ben een mega olijfolie fan. Zo, ja, en ik heb dat met zout. Ik ook wel. Zo. Mm. En dan nu als laatste. Ja, lepine de... Deze. Luxe. Ja, dit is echt lekker. En ben je nou echt mega dat je heel erg op je budget let, zou je het ook weg kunnen laten, de Pijmo. Ja, ja, sowieso. Dan dat is wel duur, hè? Want dan is het ook lekker. En je kan ook zongedroogde tomaten in alle gradaties kopen. Ook goedkoper. Maar dat is ook die pasta. Dit is een wat duurder merk. Je hebt ook gewoon het huismerk. Ja, en dat is met tomaat. Met tonijn trouwens heb je ook echt blikjes van 1,40. Dus wij hebben voor de iets duurdere merken gekozen. Ja, witte kaas heb je ook van hele goedkope merken. Dus dat is net wat je zelf wilt. Precies. Want dan is het ook een lekker budgetgerecht. En dat vinden heel veel mensen ook fijn. Dit is hem. Mega snel. Zelfs tijdens de opname ging het snel. En de opname duurt altijd lang. Ja. Ga lekker veel eten. Ik heb honger, jij? Ja. Ja, ik heb alleen ik heb brood gegeten voordat ik hierheen ging. Verder niet. Ik yoghurt en een banaan. Oh. Lekker. Ik vind het eigenlijk heel leuk dat ik straks een soort portfolio heb van gerechten van mijn gasten. Ja. Is toch te leuk? Vooral omdat het makkelijk is.
Wat een hele fijne bijkomstigheid is van dit gerecht, is dat je weinig afwas hebt. Want je hebt maar één pan en dat kleine pannetje van pijnboompitten kan eigenlijk gewoon de kast weer in. Ja. Maar ook heel weinig verpakking wat je weggooit. Dus je bent heel snel klaar achteraf in de keuken met opruimen. Ja, heel chill. En dat is heel fijn. Oh, het ruikt heel lekker. Ja, ik vind het ook heel lekker. We gaan taste testen. Maar ik wil wel dat je eerlijk zegt wat je ervan vindt. Ja. Ja, wil het je het ruikt proeven? Lekker, ja. Taste test. Oké. Taste test. Oh, ga je me voeren? Nee, toch? Cheers. Oh. Ja, je moet eigenlijk even met je test. Een beetje tonijn. Ja, je moet alles erop, hè? Pijnboom. Oh, ja. Leuk. Ook voor kinderen, dat je zo met je eigen hapje kan samenstellen. Nou, prut. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ja, heel lekker. Ik wil nog wel iets meer zout. Dan eet jij echt zout. Ja. Want mijn ouders gaan dit echt al zout vinden. Ja, maar... Lekker. Huh? Ik weet waarom ik geen zout wil. Nou? Ik ben echt een mega fan van zuur. En dit heeft een zuurtje. Ja, en ik mis het zout. En daardoor ben ik al helemaal satisfied. Hoe komt dat lekkere zuurtje erin? Ik denk kaas en... dat deze meer in die olie zit van die zongedroogde tomaat. Want normaal is dat dus niet. Ah. Dus dit is voor jou het perfecte potje. Ja, lekker. Want nu is die van mij goed. Ik mis die zout. Lekker. Ik vind een beetje olijfolie ook lekker, maar ik kan me ook voorstellen dat het niet nodig is als je die van jou hebt. Maar je proeft hem heel licht, dat is wel lekker. En die uien doorheen? Ja. Die ui is trouwens nul overheersend voor alle uihaters. Hij is perfect. En wat ik dus leuk vind is dat we dit helemaal mogen opeten in jouw vlog. Ja. Maar wij moeten hier nog proberen met dat zout. Ja, Eén hapje. Wij moeten hier nog iets proberen gaan proeven. Wist je dat? Nee. De babbelhap snack. Mm. En je mag in die tas twee dingen uitzoeken. Oh, er viel een stukje van. Maakt niet uit. Nee. Ja, ga dit te zout vinden. Maar dit vind ik heerlijk. Dit vind jij echt te zout. Als jij dit zout vindt, dan denk jij echt... Maar niet te zout. Maar dit vind... Zo vind ik hem lekker. Ik vind niks snel te zout, maar ik vind het niet nodig. Ja, ik wel. Maar goed. Nou, jouw smaakt wel een beetje naar de zee, hoor. Heel zout, ja. Ja, lekker. Wat eet jij zout? Je bent de eerste persoon in mijn leven die zouter eet dan ik. Echt? Ja. Mm. Nee, we mogen nu niet verder eten. Nee, oh. Oké. Jij hebt ook iets. Ja, jij mag in deze tas twee dingen uitzoeken die je wilt proeven voor de babbelhap snack. Oh. White chocolate popcorn cheesecake van de Lidl. Lekker. En ik heb hier een soort bubble tea. Even schudden, denk ik. Dit schudden? Ja, ik denk het, door die balletjes, anders krijg je geen ballen. Zitten hier ballen in? Ja. Ik hoop dat er ballen in zitten. Is het milk tea? Wat is dit? Ik had een soort... Schenk eens harder. Dus dit is... Eeuw, ja, ballen. Ik had een soort Fernandes verwacht bij deze verpakking. Wat is dit? Ja, dit is dus een bubble tea in een blikje. Nou. Ja, bizar. Heb je wel eens bubble tea getrokken? Nee. Jawel, op het Douglas event. Oh, ken je taro? Nee. Dat is een soort van paarse wortel. Ja, ik vind die smaak heel lekker. Yo, ik ben echt een... Ik ken dit allemaal niet. Mag ik dit proeven? Het zijn Stark Balls. Je gaat nooit een balletje in je mond krijgen. Het is wel lekker. Echt? Ja. Ik vind het wel lekker. Oh, ja. Had ik niet verwacht. Maar we moeten ook zo'n bal. Mag ik dit openmaken? Ja. Ik ga dit zo graag proeven. Het smaakt fruitig. Het is best lekker. Oh, ik heb hier echt trek in. Dat is lekker. Ja? Je mag het meenemen hoor, als je wil. Dat is heel slecht voor me. Maar wel heel lekker in de auto. Oh, Stark Balls. Wat is dit? Tapioca ballen, denk ik. Oké. Je hebt donker en lichtroze stukjes. Maar hij is super oud. Tapioca. Nee joh, dat hoort toch gewoon zo? Oh, wel lekker. Ja. Witte chocola. Tapioca ballen, hoe weet je al die namen? Ik heb het gevoel dat ik in Japan ben of zo. Oh ja, neem maar lekker mee. Sommige zijn zacht. Die donkere. En sommige zijn wat harder. Heel zoet. Ja, heel lekker. Mijn moeder zou het wel lekker vinden, maar neem jij maar lekker mee. Want zij... Wil je het echt niet? Nee. Oh, daar word ik heel blij van. Ja. Ja, lekker. Lekker. Wil je zo'n balletje? Jij gaat dit proeven nu. Het is geen tapioca, het zijn Stark. Wat is Stark? S-T-A-R-C-H. Ding, 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 ding. Weet je, man? Ik zie echt zo'n lingo-ding voor me. Heb je die ballen geproefd?
Nee, je praat voor mij nu echt een andere taal. Ik heb geen idee waar jij het nu al over hebt. Ik neem nog één slokje. Ja, nou, wij gaan dit nu lekker in jouw vlog allemaal. Ik heb heel veel zin om dat bord op te eten. Het is echt lekker. Ik vind dit lekker. Ja, het smaakt een beetje naar fruit met melk. Ja. En hij is niet eens koud. Hij vindt het lekker. Ik vind het lekker. Het was super kort voor mijn gevoel. Dus ik ben blij dat we nog in jouw video verder gaan. Ja, leuk. En nou, leuk dat je er was. Nou, ik vind het heel leuk dat ik ben uitgenodigd. Het was wel leuk. Het was echt wel leuk. En dit recept is weer een recept dat ik 100% ook vaker ga maken. Ja. Heel leuk. En ik ben benieuwd of jij dit ook gaat maken. Laat even weten in de comments. Ik lees mee. Vind ik helemaal leuk. Echt leuk. Oké, jongens. Vergeet niet te reageren, te liken. Instagram te checken. Charlotte overal te checken. Staat in de beschrijving. En doei! Doei! Je was tot 10 uur aan het zwaaien.